Davino Verhulst, we beginnen play-off 2 heel goed thuis zeggen tegen Charleroi. En dat ja, was noodzakelijk hè, als je wil meedoen. Ja, zeker en vast. Als je wilt meedoen voor de overwinning, dan moet je zeker de eerste thuiswedstrijd winnen. Dat hebben we goed gedaan. Het was wel niet de gemakkelijkste wedstrijd, maar de 3 punten zijn vandaag het belangrijkste. Ja, andermaal ben jij opnieuw man van de match. Daar is geen discussie over. Ja, ik heb het nog wel een paar keer gehoord, maar ik ben een deel van de ploeg. En als ik daarom de ploeg kan behelpen met de 0 te houden en we winnen daardoor, dan is het dubbel zo leuk. Hè. Mooie bekroning voor je contractverlenging. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat mooi. Hè. Maar volgende week gaan we samen zitten en we hebben het akkoord en normaal gaan we tekenen. Ja. Volgende week KV Mechelen, ze hebben ook gewonnen. Dus ja, meteen na die wedstrijd gaan we meer weten hè, over het vervolg. Ja, maar ik vind niet dat we naar de andere ploegen moeten kijken. Ik vind gewoon dat we zelf naar ons eigen moeten zien. En volgende week weer voor de overwinning gaan. We zitten nu in de flow en we moeten die lijn gewoon doortrekken. Als we naar de wedstrijd zelf kijken, je zei het zelf al, het was niet de makkelijkste. Charleroi was heel erg stug. Ja, ik vond ze gedreven. Ik vond deze 10 minuten vond ik ons heel goed. En dan zijn we beginnen wegzakken en is Charleroi er doorgekomen. Maar wij scoren op het goede moment. En de tweede helft is Charleroi blijven drukken. Ik denk niet dat wij buiten 2 schoten uit de tweede lijn nog aan de goal zijn geweest. Maar oké, we hebben de stand gehouden en dat is het belangrijkste. Belangrijk, deze keer konden we wel de 0 houden. Ja, ik denk dat dit seizoen niet echt superveel gelukt is. Maar als het dan gelukt is, dan hebben we wel meestal de wedstrijd gewonnen. Dus het geeft wel een goed gevoel, zeker ook als keeper. Oké, dankjewel Davino Verhulst.